Goedemorgen iedereen, zoals jullie zien zie ik er moe uit en het is 8 uur, dus ik moet eigenlijk zelfs gaan opschieten en het is helemaal niet zo laat voor heel veel mensen waarschijnlijk, maar ik kon vandaag echt niet goed wakker worden. Ik sta momenteel in de badkamer om make-up te doen, want buiten is het nog veel te donker en dan kan ik echt helemaal niks zien. Dus ik ga even snel mijn make-up doen en dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Zo, daar ben ik weer. Ik moest ook nog eventjes een klein beetje wakker worden tijdens het make-uppen en zoals je hoort, ik heb er nog een ochtendstem. Maar goed, het is nu inmiddels een kwartier later, dus ik heb het in een kwartiertje gedaan. Is het snel? Hoe lang doen jullie erover om mijn make-up op te zetten? Maar op zich klinkt volgens mij een kwartier helemaal niet lang. Of nee, maar het is volgens mij wel weer lang. Ik weet niet zeker. Anyways, ik ben vandaag op omdat we zo meteen naar Haarlem gaan. We hebben een afspraak met onze accountant. En meestal komt hij naar Utrecht toe en laatst zei hij van waarom komen jullie niet een keertje naar Haarlem toe? Dus dacht ik, ja, lijkt me heel erg gezellig. En omdat het wel een uur reizen voor ons is, dacht ik, is het misschien wel leuk om er een soort van middagje van te maken. Dus dat is wat we gaan doen. Ik heb een paar tipjes van leuke plekjes, dus ik hoop dat we dat ook nog gaan opzoeken. Volgens mij ben ik ooit één keer eerder geweest, maar heel snel en heel kort. Dus in principe is het helemaal een nieuwe stad voor ons. Dus dat lijkt me wel heel erg gezellig om vast te leggen. Dus dat is wat we gaan doen vandaag. En als ontbijt heb ik een groene smoothie gemaakt met yoghurt, amandelmelk, spinazie, mango en ananas. Hij is erg lekker geworden, dus ga ik even snel opdrinken. En ik draag mijn nieuwe pantoffeltjes. Dat zijn die regenboogpantoffeltjes uit de Primark shoplog. En dit is ook gelijk de... Oh wacht, ik heb helemaal Primark aan. Het is Primark. Deze broek is van Primark. Die komt ook uit de shoplog. En deze trui heb ik al heel vaak gezien. Die is toevallig ook van Primark. Hallo iedereen, we zijn aangekomen in Haarlem en het is hier echt onwijs koud. Nou ja, volgens mij is het eigenlijk overal heel erg koud. We zijn nu aan het lopen naar bij Lima, want daar hebben we afgesproken. En ik had die ook als tip meegekregen, dus dat is wel mooi dat we die gelijk kunnen afstrepen. En ik heb wel een beetje trek, dus ik hoop dat we iets lekkers hebben. Thuis inderdaad, van, volgens mij ben ik nog nooit in Haarlem geweest. Nog nooit. Gek hè eigenlijk. Het ziet er wel mooi uit. Ja. Dat mistige weertje. Mooi, ziet er wel goed uit. En dan aan deze kant. Het is een soort van heel ruim opgezet Amsterdam. Ja. En het alles lijkt dicht te zijn. Ja, het is wel erg rustig. Lijkt echt een beetje uitgestorven vandaag. Maar misschien omdat het gewoon best wel vroeg nog is. Zo, we lopen op dit moment eventjes door de stad heen op zoek naar leuke winkeltjes. En we hebben net echt een super gezellig gesprek gehad met onze boekhouder. Mm-hmm. Heerlijk gegeten trouwens. Ik had een broodje met baba ganoush en pistache en granaatappel. En ik had een chia pudding met chocola en framboos. Dat was echt heel erg lekker. Het was wel echt te veel, maar... De porties zijn super groot, ja. En nu, zoals ik net al zei, gaan we op zoek naar wat winkeltjes. Gewoon een beetje rondlopen. Tot nu toe ben ik wel onder de indruk van Haarlem. Het ziet er heel gezellig uit. We zitten dus trouwens bij Babette en je schijnt hier hele lekkere taartjes te kunnen eten. Die tip hadden we gekregen van iemand die Larissa kent, dus we zijn gewoon heel erg benieuwd en ik kan echt niet wachten om te beginnen. Nou, we hebben een lekker theetje besteld. Dit is witte thee met persing en een scone. Moet je kijken hoe groot, oh is warm, ja? Hoe groot die is. En Larissa heeft een hele lekkere appeltaart besteld met bruine suiker en kaneel. Dus ik wil sowieso wel even een happy. Mm. Heel veel zin in. Eet smaken, leuk. Zo, ik ben inmiddels weer thuis en ik kreeg een pakje bezorgd. Dus ik ga heel eventjes laten zien wat erin zit. En ik heb hem net al stiekem geopend, dus ik weet het al wel. En het is heel erg leuk namelijk. Het is namelijk een pakketje van Jo Malone. En Larissa en ik zijn laatst naar de counter geweest
voor een arm- en handmassage. En toen mochten we ook wat producten uitzoeken. En die zouden nog toegestuurd worden. En Larissa en ik krijgen ieder een setje. En ik heb toevallig die van Larissa ontvangen. Dus ik denk dat Larissa die van mij heeft ontvangen. En ik zal eventjes laten zien hoe het eruit ziet. Ten eerste, de verpakking is echt super mooi. En dit is de kaars. En dit is de geur Mimosa en Cardamom. Ik vond het ook echt een geurtje voor Larissa. We houden ook echt van geurkaarsen. Die van Jo Malone zijn echt ontzettend lekker. En dit zijn zwarte lucifers van Jo Malone. Dus dat vind ik wel heel erg leuk dat die er nog bij zitten. En dan heeft Larissa hier een setje die een beetje bij elkaar past. Dit is het geurtje. Die heet Earl Grey en Cucumber. En dat is een hele frisse geur. En die ruikt ook echt inderdaad naar thee. En dat vond ik echt super lekker ruiken. Ik heb zelf ook nog een aantal producten die dus waarschijnlijk bij Larissa liggen. En ik heb weer hele andere geuren. Want Larissa's geuren zijn heel licht en fris en zacht. En ik ben echt meer voor houtige geuren gegaan. Omdat ik daar gewoon heel erg van hou. Dus uit mijn hoofd heb ik als geurtje Wood Sage en Sea Salt. En van de handwash weet ik het niet precies. Maar heel erg bedankt. We zijn hier echt super blij mee. We gaan zo meteen sporten. Dat is over een uur. We hebben training van 6 tot 7. Dus ik heb even een pastetje opgewarmd. Dit is nog een beetje leftover van gisteren. En ik heb ook nog een beetje van de groene smoothie van vanmorgen. Die ik vanmorgen niet helemaal opkreeg. Omdat ik echt van huis moest. Dus dat ga ik eventjes lekker opeten. En ik heb ook nog wat dingetjes vandaag in Haarlem in de stad geshopt. En die ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar ik ga eerst even deze pasta eten. Zodat ik alvast wat naar binnen heb. Daar ben ik weer. En let trouwens niet op mijn haar. Kijk dan. Echt, ik loop eventjes een dagje buiten met een jas en een sjaal. En het is echt gewoon dit. Wauw. Anyways, ik wilde jullie eventjes laten zien wat ik vandaag in de stad heb gekocht. Ik heb 2 paar van deze wegwerpbekertjes gekocht. Die staat op latte. En ze zijn, wat is het voor kleur? Een soort van grijs-blauw. En ik vond dit tekentje erop heel erg leuk. En het zijn er 6 stuks met de bijbehorende dekseltjes. En deze waren maar 1 euro per pakje. Dus dat vond ik wel heel erg prima. En nu weet ik dat er misschien mensen gaan komen van... Hey Larissa, dat is toch helemaal niet duurzaam? Klopt, het is niet echt duurzaam. Omdat het natuurlijk van die wegwerpbekertjes zijn. En ik kan inderdaad ook gewoon on-the-go bekers meenemen die van plastic zijn. Die je dus kan afwassen en dergelijke. Maar soms vind ik dat niet makkelijk omdat ik anders de hele dag met zo'n beker moet lopen. En dan heb ik bijvoorbeeld een klein tasje mee. Dus dit is echt voor de momenten dat ik iets heb van... Oké, zo'n herbruikbare beker is even niet makkelijk. Dus daarom heb ik deze gehaald. En ik vond ze ook wel heel erg leuk. En ik moet ook zeggen dat ik soms deze bekers gewoon wel herbruik. Nee, ik was ze dan niet af of zo. Maar als er bijvoorbeeld alleen thee in zit, dan vind ik prima dat ik er eventjes wat water in kan doen. Eventjes rondswirlen en dan gebruik ik het gewoon nog een keer. En ik vind het gewoon een hele leuke beker. Anyways, dus voor iedereen die wil zeggen dat ik niet duurzaam bezig ben. I know. En ja, dat was het. I know. Verder heb ik dit gekocht. Dit is een pakketje met kaarsen. En die koop ik heel graag bij Flying Tiger. Of je kan ze ook shoppen bij Sostrenne Grenne. Zwarte kaarsen. Zoals jullie weten hou ik van zwart. Draag ik altijd zwart. En ja, met kaarsen dan kies ik ook vaak graag voor zwart. Dus ik had weer een paar nieuwe nodig. Deze brandde trouwens echt super goed op. Echt helemaal tot het einde. Dus dat is trouwens wel heel erg fijn om te weten. En ik had nieuwe kaarsen nodig. Omdat ik 2 hele leuke kaarsenstandaards heb waar deze in gaan. Dat is namelijk bijvoorbeeld deze. Deze is toevallig zelf ook van Flying Tiger. Dus hier kan je een kaarsje doen. En omdat het zwart is en een kaars ook, vind ik dat wel heel erg leuk staan. En ik heb ook dit super leuke kaarsenstandaardje. Het is waarschijnlijk niet iedereen's smaak, maar ik vind hem zelf heel erg leuk. En ik had hem voor kerst gekregen. En het is een aapje. En die houdt een palmboompje vast. En hierbovenop doe je dus je kaars. Maar goed, ik ga me nu eventjes snel omkleden in een sport-t-shirt, sportlegging en dergelijke. En dan gaan we sporten. Goedemorgen iedereen, het is vandaag zaterdag. Gisteren heb ik de vlog niet echt meer afgesloten omdat ik naar de stad ging om drankjes te drinken met vriendinnen. Het was trouwens super druk in de stad, dus ik had denk ik ook niet zo heel veel kunnen vloggen. En ik had ook niet zo heel veel zin om de vlogcamera mee te nemen, want wat moet ik nou vertellen, zeg maar. En toen dacht ik, volgens mij hebben we gisteren niet zo heel veel gevlogd. Dus ik plakte gewoon nog eventjes een dag aan vast in deze vlog. Dus vandaar dat het nu in één keer zaterdag is. Het is inmiddels 12:30, dus we hebben de hele ochtend al gehad. Ik ben helemaal aangekleed. Ik heb zelfs mijn jas al aan en natuurlijk alle make-up en dergelijke gedaan. En ik sta op het punt om de deur uit te gaan samen met mijn vriend, want we gaan even naar Eindhoven.
En daar is laatst de Five Guys geopend. Dat is een Amerikaanse hamburgerketen, om het zo maar te noemen. Of gewoon fastfood eigenlijk. En een vriend heeft zin in een hamburger. En het ziet er heel erg leuk uit. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd. En ze komen, als het goed is, binnenkort ook naar Utrecht. Dus dit is wat dat betreft eventjes een soort van pre-test. Ik laat jullie gelijk ook eventjes mijn outfit of the day zien. Let trouwens eventjes niet op dit rommeltje hier. Maar ik heb een jas aan van COS. Dat is gewoon een lekkere lange wollen jas. Die houdt me een beetje warm. Ik weet niet zeker hoe koud het is vandaag. Daaronder heb ik een cropped hoodie met een capuchon van Comcat Fashion. Dan heb ik weer dezelfde Primark broek en een mango riem. Ik ben deze broek gewoon eventjes elke dag aan het dragen, zodat hij net wat losser wordt. En ik heb deze keer gekozen voor mijn Converse All-Star sneakers. Dit is de hele look. Mijn vriend heeft een nieuwe waggie gekocht, want hij is ook bijna jarig. Dus het is een soort van early birthday present. En ik zal hem even laten zien, want ik vind hem wel heel erg nice. Oké, jongens, ik vertelde jullie dat we dus naar Eindhoven gingen voor Five Guys. En ik besef me net dat ik serieus nog een heel klein beetje van mijn hamburger heb. Ik heb mijn milkshake al half opgedronken, de frietjes zijn er half op. En toen dacht ik, oh my, ik ben helemaal vergeten te vloggen. Dus sorry daarvoor. Ik ga jullie eventjes laten zien hoe mijn hamburger er op dit moment uitziet. En als het lukt ga ik ook nog even wat foto's invoegen van hoe het eruit zag op het begin. Maar ik was het gewoon helemaal vergeten en ik was gewoon in deze hamburger gedoken omdat ik er zoveel zin in had. Dus dit is de hamburger tot nu toe. Die van Ray is al helemaal op. Dus ik heb hier nog een klein stukje over. Ik heb trouwens gekozen voor de Lidl hamburger, maar die is echt groot zat. En dan zijn dit nog de frietjes. Die vind ik trouwens echt mega lekker. Die hebben dus echt nog zo'n randje schil wat ik super lekker vind, waardoor die lekker crispy wordt. Deze zijn echt super, super lekker. En ze hebben meerdere soorten milkshakes. Ik heb gekozen voor de milkshake Oreo, want dat is gewoon echt de best ever. Mocht je niet van Oreo houden, hebben ze ook nog aardbei, vanille natuurlijk, maar ook specialere. Smaken als salted caramel, malted chocolate, volgens mij is dat een soort van gesmolten chocola. Maar ook gewone chocoladesmaak, banaan, echt heel veel verschillende smaken. Maar deze Oreo is echt mega lekker, echt. Love it. Wij zitten hier verder in een hoekje met deze teksten op de muur, op van die bandjes. Maar verder heb je hier ook nog heel veel andere zitjes. Er zijn echt heel veel zitjes en als je hier om de hoek gaat, dan kan je gaan bestellen. En het is hier eigenlijk aardig druk, aangezien het volgens mij nog best wel nieuw is en heel veel mensen hier naartoe komen. Maar toch hebben we nog een best wel goed plekje kunnen vinden, dus dat is wel heel erg mooi. Dus ja, ik zou zeker even langs gaan, want ik vind het wel heel erg lekker. Ik sta nu in TK Maxx bij de boekjes en notitieafdeling en ik zie zoveel leuke. Dit is een agenda bijvoorbeeld met pizza's erop. Deze is ook echt heel erg leuk. Met metallic en dan unicorns. En hieronder bijvoorbeeld deze met die bladeren of stipjes. Ik zie zoveel leuk. Zo, deze is ook heel mooi. Met rose gold. Oei, oei. Oh, deze was trouwens ook heel leuk. Een heel mooie grote. Met deze tekst erop. Zo cute. Ik wil alles hebben, maar ik heb al zoveel notitieboekjes. Ik ben nu op de keukenwarenafdeling en ik zie in één keer iets heel tofs. Het is een blikopener met al deze kleurtjes. Deze is echt zo gaaf. Ik denk dat Tara deze helemaal geweldig gaat vinden. Even kijken hoeveel die kost. Hij is een tientje. Daar. Ik heb iets gevonden wat echt super tof is. Dus ik moet eventjes dit met je facetimen. Ik wil even vragen of je het wilde hebben. Komt ie aan. Kun je het zien? Wauw. Het is een blikopener. En hij heeft dus van die olievlekken. Heel leuk. Ik heb eigenlijk al een blikopener, dus het is niet echt nodig. Maar hij is wel leuk, hè? Heel leuk. Zo, ik zit weer in de auto en we gaan weer terug naar huis. We gaan eerst trouwens nog even langs Houten, langs mijn ouders. En ik wilde jullie even laten zien wat ik heb geshopt bij TK Maxx. Het zijn een paar dingetjes maar, of eigenlijk maar twee dingetjes. Maar ik dacht het is toch wel heel erg leuk om te laten zien. Hij is een beetje grijs met beige, wat ik wel heel erg mooi vond. En ik geloof dat Serena deze kleurtjes ook heel erg leuk vond. En er zit een mutsje bij en een pakje met een... Een pandaatje eigenlijk. En ik vond het wel heel erg schattig.
Deze is wel voor 3 tot 6 maanden, dus hij is niet gelijk te dragen. En het hoedje ziet er ook eigenlijk best wel redelijk groot uit. Dat komt vast wel goed, denk ik. Super leuk pakje. En dit laat ik even op deze manier zien, want ik weet niet of ik het anders omhoog kan houden. Dit zijn namelijk die bekende non-slip velvet-achtige hangers. En ik weet dat je dit soort hangers eigenlijk overal hebt. Bij Primark en bij Action zelfs. Maar ik heb gekozen voor deze. Omdat, ik weet niet of je het kan zien, maar er zit een soort van speciaal haakje in gemaakt. En ik heb dit soort hangers een keer bij Primark gekocht. Heel lang geleden. En daar was ik zo erg over te spreken dat ik al heel erg lang op zoek ben naar nog meer van deze hangers. Oh kijk, hier kan je het goed zien. Dit haakje zit er dus aan vast. En dan kan je dus een andere kledinghanger hier weer aanhangen. En dit is echt ideaal. En ik heb hier ook al andere oplossingen voor. Je kan bijvoorbeeld van die bliklipjes gebruiken die je hier aanhangt. Of ik heb een AliExpress shoplog opgenomen waarbij ik van die haakjes op AliExpress had gekocht. Van die groene zijn dat. Die kan je dan ook zo eraan hangen. Maar ik vind deze gewoon super mooi en ideaal omdat het haakje al gewoon zeg maar erin gebouwd zit. Dus dat is wel heel erg makkelijk. Nou ja, lang verhaal kort. Ik ben onwijs blij dat ik eindelijk deze hangers, waar ik dus echt al, nou, misschien al langer dan een jaar naar op zoek ben, eindelijk heb gevonden. Gewoon bij TK Maxx. Ze hadden niet heel veel trouwens. Ze hadden nog 2 andere sets van deze. Maar ik heb alleen voor deze gekozen, want hier zit er al 18 in. En ze kosten 8 euro. Dus dat is volgens mij wel een hele goede deal. Dus deze ga ik mooi combineren met de andere velvet hangers die ik al thuis heb. Dus die passen allemaal heel erg goed bij elkaar. Dus dat is mijn super innie mini shoplog. Ik ben aangekomen in Houten en ik loop eventjes naar boven om te kijken of ik een raampje kan vinden. Het is hier helemaal donker vandaar dat je bijna niks ziet. Ja, ik heb hem gevonden. Hallo, poepie. Hallo, mijn lieve knuffel. Ja. Hallo, wat ben je toch lekker zacht. Oh, je bent zo lief. Ja, je bent zo lief en mooi en fluffy. Oh, ga je gelijk weer likken. Ga je gelijk weer likken. Ik sta hier bij mams die lekker aan het koken is. Hallo. Hoi. Ik weet niet wat je aan het maken bent. Wat was het ook weer? Suddervlees is aan het maken. Ja. Nou, lekker. En hier zitten mijn vader en Ray. Lekker te kletsen over de nieuwe auto. Paps, waar is? Zo, het is inmiddels wat later op de avond en ik ben momenteel de video aan het editen die jullie op dit moment aan het kijken zijn. Dus ik wil bij deze de video gaan afsluiten, zodat ik ook de video kan gaan afsluiten en kan gaan uploaden voor jullie. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer naar deze 2-daagse vlog te kijken. Geef me vooral een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En laat me eventjes weten in welke stad jij voor het laatst bent geweest. En laat me ook eventjes weten naar welke stad daar ik een keer zou moeten gaan. Want er zijn echt best wel wat steden in Nederland waar wij nog nooit zijn geweest. Misschien is dat wel heel erg leuk om gewoon op deze manier Nederland misschien wel beter te leren kennen. Ja. Yeah. Dat is misschien wel leuk. Dus laat me eventjes weten in de comments wat jouw favoriete stad in Nederland is. Of België, dat mag trouwens ook. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog weer. Ik wens je een hele fijne zondag of andere dag toe dat je deze vlog kijkt. En ik zie jullie gewoon snel weer in de volgende. Doei!